lichamelijk contact wat wij met onze bewoners en cliënten hebben, dat is eigenlijk essentieel in de warme zorg die we proberen te leveren. Het is vaak dat je een arm om iemand heen slaat of tegen iemand aan gaat zitten eventjes. Een arm om iemand heen leggen kan diegene al wat heel prettig ervaren. Het is een soort troost die ze biedt. Maar daarna moeten we ook weer verder met de volgende cliënt. En dan is het erg belangrijk dat wij aan onze hygiëne denken. De doelgroep uiteindelijk waar we mee bezig zijn, dat zijn kwetsbare ouderen. En die zijn natuurlijk meer vatbaar dan de gezonde mensen. En daarom moeten wij attent zijn te niet overbrengen van bepaalde ziektes. Hè. Vooral de micro-organismen, dingen die we niet zien. Ja, het belangrijkste is natuurlijk altijd de handhygiëne, hè. Handen goed wassen. Wat ik meemaak, reageren ze niet op dat soort dingen. Ik denk dat het begrippen wel is dat wij altijd die maatregelen allemaal treffen. Een belangrijke stap die wij hier gemaakt hebben is een nulmeting te doen. In het kader van een pilot in één huis. En dat houdt in dat met name de deskundige infectiepreventie samen met de verpleging-verzorging en ook met de facilitair manager heeft gekeken hoe is het nu heel bazaal georganiseerd in het huis. Zijn de voorwaarden in het gebouw aanwezig? Hoe staat het met de kleding? Hoe staat het met persoonlijke hygiëne? En eigenlijk over al die dingen heeft de deskundige infectiepreventie met wie wij vast samenwerken, heeft ze vastgelegd en daar ook adviezen op gegeven. Ja, wat heel belangrijk in het werken met een vaste deskundige infectiepreventie en een arts-microbioloog, is dat je eigenlijk continu, hè, letterlijk 7 dagen per week, 24 uur, mensen kunt bereiken die hier eigenlijk elke dag mee bezig zijn. Zorg dat je een clubje bij elkaar hebt dat hier echt voor wil gaan. Dat er enthousiast over is en blijft. En ja, een hele belangrijke is hou vol, ga door. Het blijft constant iets terugkerend, iets weer even bewust moet worden gemaakt van waar zijn we mee bezig. Het gaat over gedragsverandering en dat heeft een lange adem. En dat moet ook ondersteund blijven worden.